Hey vissen, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 23. En dat is van maandag 3 juni tot en met zondag 9 juni. En de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof week 23 een week wordt waarbij je vooral plannen aan het maken bent voor de toekomst. Alsof het nog niet de tijd is. Je moet even wachten totdat je je plannen naar buiten kan brengen. Toch heb ik wel het idee dat deze week een hele goede week is om tijd voor jezelf te nemen. Luister naar je intuïtie. Zorg dat je op tijd gaat slapen. Luister naar je lijf. Hè. Waarschijnlijk moet je sporten of noem het allemaal op. Maar het zijn dingen die aan je gevraagd worden. En het mag zo zijn dat er bepaalde besluiten genomen moeten worden. Het kan zelfs zo zijn dat er een bepaald besluit buiten jou omheen genomen wordt voor jou. En op het moment dat je daar gewoon voor jezelf heel goed voorbereid bent op je eigen intuïtie, zul je merken dat die besluiten stukken zijn die je misschien had zien aankomen. Of waar je iets mee kan. Of waar je juist het gevoel hebt van wat fijn dat het allemaal bevestigd wordt. Neem dus de komende week echt even wat tijd voor jezelf. Ga wandelen, ga mediteren. Of dat stukje doen wat voor jou gewoon heel erg belangrijk is om bij jezelf te komen. Er zijn natuurlijk allerlei verschillende manieren voor. Maar deze week is het echt even het stukje self-care staat op nummer 1. Die plannen is helemaal goed dat je het doet. Maar wees je ervan bewust dat het niet voor nu is, maar vooral naar de toekomst toe. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.